Meer dan anderhalf jaar nadat ze werd vermoord, komt er nieuwe informatie naar buiten. Oud-minister Els Borst is door 41 messteken om het leven gekomen. De verdachte van die moord moet zich volgende week verantwoorden voor de rechter. En verder in het nieuws vandaag. Vluchtelingen in Hongarije verdringen zich voor de trein naar Duitsland. En alle leerlingen, ook die met problemen, naar één school. Volgens docenten werkt het niet. Goedenavond. Dat het om een misdrijf ging, dat was bekend. Maar hoe oud-minister Els Borst om het leven kwam, dat bleef lang onduidelijk. Vandaag komt het Openbaar Ministerie met nieuwe feiten. Els Borst is in februari vorig jaar doodgestoken. Ze had 41 steekwonden, zegt de advocaat van de verdachte. Volgende week begint de rechtszaak tegen die verdachte. Februari vorig jaar. Oud-minister Borst wordt dood bij haar huis gevonden. Een misdrijf of een ongeval. De politie houdt die vraag 2 dagen open. Dan, na de autopsie, wordt bekend dat het zeer waarschijnlijk om een misdrijf gaat. Afgelopen januari wordt Bart van U aangehouden. Hij komt bij de politie in beeld nadat hij zijn zus met messteken om het leven heeft gebracht. Nu, een week voor de rechtszaak begint, is duidelijk dat ook Els Borst door steekwonden om het leven is gekomen. Waarom komt het Openbaar Ministerie daar nu pas mee naar buiten? Nou, het heeft met 2 dingen te maken. Belangrijk is in de eerste plaats dat die dagvaarding is uitgebracht. En dan moet natuurlijk de verdachte en zijn advocaat op de hoogte zijn. En in dit geval zeker ook de nabestaanden. En daarna pas is een moment om dat soort feiten ook wereldkundig te maken. En er zat natuurlijk in een eerder stadium ook een heel duidelijk onderzoeksbelang om niet al te veel prijs te geven over wat de bevindingen uit het onderzoek zelf waren. Ja, wat is dat onderzoeksbelang dan? Nou ja, dat betekent dat je mensen bijvoorbeeld wil kunnen confronteren met wat je in je onderzoek hebt vastgesteld en verdachten. Dus dat kan betekenen dat je sommige dingen nog niet kunt prijsgeven. Het Openbaar Ministerie wil nog niet zeggen of ze het moordwapen hebben gevonden. Nou, de details van de zaak en de stand van het onderzoek, zowel rond de zaak van mevrouw Borst als de zus van verdachte van u, die zullen volgende week op de zitting verder bekend worden gemaakt. En dan de vluchtelingen die bij de EU naar binnen willen, die blijven maar komen. Het zijn er nu zoveel dat EU-landen beslissingen nemen die echt haak staan op elkaar. Want eigenlijk moet iedereen geregistreerd worden in het land waar die aankomt. Maar in Hongarije is de chaos zo groot dat ze daar gisteren besloten om iedereen gewoon door te laten reizen zonder papieren. Het merendeel van de mensen komt uit Syrië. Van Boedapest via Oostenrijk, Wenen konden ze door naar München in het zuiden van Duitsland. Doodmoe zijn ze van de lange reis. Maar ook dolgelukkig dat ze het gehaald hebben. Duitsland. In en rond het station van Boedapest hebben de hele nacht honderden mensen gebivakkeerd. Het zijn vooral Syriërs. Ook zij willen maar 1 ding. Met de trein naar Duitsland. Ze hebben goede hoop dat het lukt. Gisteren liet Hongarije immers ook iedereen door. Maar als de perrons helemaal zijn volgestroomd, komt er een onverwachte mededeling. Iedereen moet naar buiten. Please find for us a solution. I have no more appetite to speak. I think words cannot be reached. How to reach our words? How is the way? Where are you go? Where are you go? Where are you go? Maar of deze mensen echt naar Duitsland kunnen, is de vraag. Kort daarna ging het station weer open. Alleen niet voor buitenlandse vluchtelingen. Terug naar München. Sinds afgelopen nacht zijn daar 2500 vluchtelingen aangekomen. Ze krijgen een warm onthaal. Wasser, äpfel, süßes, brötchen. Damit die Leute hier die Zeit beim Warten goed rumbekommen. En er zijn knuffels voor de kinderen. Inmiddels zoveel dat de politie het publiek heeft gevraagd geen speelgoed meer te brengen. Ja, in München op het Centraal Station is Jeroen Wollaars. Jeroen, hoe is het daar op dit moment? Nou, nog altijd komen de vluchtelingen aan, want de laatste cijfers zijn zojuist bekend geworden. Tikt inmiddels de 3000 aan. Vluchtelingen die hier inderdaad worden opgevangen door de politie, worden geregistreerd en daarna naar asielzoekerscentra hier in de buurt worden gebracht. En het gaat inderdaad eigenlijk allemaal heel erg rustig en in een heel
blije sfeer, zou je kunnen zeggen. Er wordt hier inderdaad geen speelgoed meer uitgedeeld, dat heb ik vandaag niet gezien. Maar er lopen wel mensen met flesjes water rond, met broodjes. En ook die vluchtelingen zelf, die zijn natuurlijk heel blij, want ze zijn uiteindelijk in het land aangekomen waar ze al die tijd naartoe onderweg waren. Ja, heel anders dan in Hongarije. In Boedapest zijn de laatste berichten, daar willen ze iedereen gaan registreren, zegt de regering. Economische vluchtelingen tegenhouden, mogelijk zelfs terugsturen. Hoe serieus is dat? Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik in de afgelopen tijd heb gezien dat er een verschil is tussen wat ze in Hongarije zeggen en wat ze in Hongarije doen. Dat begon natuurlijk al daar aan de grens met Servië. He, ze hebben een hek gebouwd en ze hebben gezegd die vluchtelingen komen er niet in. Nou, ze kwamen er wel in. Dat is op het Centraal Station in Boedapest ook gebeurd, waar ze in eerste instantie zeiden jullie mogen de treinen niet in. En ineens was de politie weg en mochten ze er wel weer in. Dus ja, nog even los van de vraag hoe uitvoerbaar het eigenlijk is om in korte tijd uit te zoeken of iemand echt een economisch vluchteling is of niet, denk ik dat je hier opnieuw toch weer die twee werelden ziet. Aan de ene kant de wereld van de bureaucraten, de wereld van de regering die ferm wil optreden, die een flinke retoriek heeft. En aan de andere kant de problemen van alle dag, want die stroom vluchtelingen die over die Balkanroute naar Hongarije komen, ja, die is natuurlijk nog lang niet opgedroogd. Nee. Zeg, want die twee verhalen, hoe zit dat eigenlijk bij de bondskanselier Angela Merkel? Want die zegt aan de ene kant, Hongarije moet zich aan de regels houden. Terwijl aan de andere kant zegt ze, ja, de Syriërs die komen, die mogen blijven en die zijn hier dan. Dat is ook niet volgens de regels. Nee, en ik krijg de indruk dat Merkel wat dat betreft echt een ingewikkeld schaakspel aan het spelen is op twee verschillende borden. Je hebt het bord aan de ene kant voor Duitsland. Vergeet niet dat er al een half jaar lang hier in Duitsland bijna geen dag voorbij gaat zonder extreem rechtsgeweld tegen asielzoekers en asielzoekerscentra. En Merkel heeft daar heel lang over gezwegen. Daar heeft ze ook heel veel kritiek op gekregen. En eigenlijk de laatste dagen pas zie je daar verandering in komen. Zie je dus inderdaad dat ze zelf zegt dat mensen uit Syrië sowieso in Duitsland welkom zijn. Of ze nou wel of niet in een ander Europees land voet aan de bodem hebben gezet. En het gaat zelfs zo ver dat ze gisteren in een persconferentie het nazi-verleden erbij haalde, de oorlog erbij haalde en zei, jongens, laten we blij zijn. Er zijn mensen die hoop halen uit Duitsland, die kansen zien in ons land. En ik citeer haar letterlijk wanneer ze zei anders geweest is. Waarmee ze natuurlijk op dat nazi-verleden doelde. Dus dat is dat ene schaakbord, bedoeld voor binnenlands gebruik, om maar te laten zien dat Duitsers ook andere mensen zijn dan nazi's toen of in het recentere verleden. En aan de andere kant heb je het Europese schaakbord, waar ze volgens mij ook op speelt. En dat is een langzamer spel, maar daar worden andere Europese landen onder druk gezet. Ik verwacht dat Merkel in de nabije toekomst zal zeggen, ook tegen Nederland, jongens, wij hebben er zoveel opgevangen, wij hebben er miljarden in geïnvesteerd aan opvang en opleiding. Nu is het ook aan jullie, nu moeten ook andere Europese landen hun verantwoordelijkheid nemen. Oké, Jeroen, dankjewel vanuit München. Ja, de Duitse regering zegt dus, we moeten al die vluchtelingen zo goed mogelijk opvangen bij ons in Europa. In Nederland zijn we zover nog niet. Politieke partijen hier komen allemaal met een eigen plan voor het vluchtelingenprobleem. Zo vindt het CDA dat er troepen moeten worden gestuurd naar Syrië. Militairen zouden daar veilige gebieden moeten veroveren om vluchtelingen op te vangen. Het eerste wat we moeten doen, en ook dat is al een hele grote stap, is zorgen dat er in die landen delen ontstaan waar IS niet kan komen, waar andere terroristische strijdgroepen niet kunnen komen en waar vluchtelingen kunnen worden opgevangen voor ze in handen komen van nietsontziende mensensmokkelaars. En ja, dat betekent militairen, ja, dat betekent strijders, maar wel strijders die ertoe in staat zijn om IS daar weg te krijgen. Ja, Ron in Den Haag, grondtroepen naar Syrië, hoe serieus is dat voorstel? Voor het CDA in ieder geval heel serieus. Het is voor die partij de uiterste consequentie waar je voor kan komen te staan als je zegt je moet het probleem bij de bron aanpakken. Die partij is net als veel andere partijen trouwens voor opvang in de regio daar. Maar ziet dat opvang in bijvoorbeeld Turkije of zeker in een land als Libanon eigenlijk overvol aan het raken is. En zegt dan, ja, dan moet je dus ook opvang willen en kunnen creëren in Syrië zelf. Is gevaarlijk, dus dan moet je militairen bij leveren. Nou, dat is een heel opmerkelijk voorstel, want niemand in de wereld gaat op dit moment eigenlijk zover. En ook hier in Den Haag doen andere partijen dat dus ook niet. Nee, want dan, ja, hoe graag ik het er ook mee eens zou willen zijn. Je moet ook realistisch zijn. En op dit moment is militair ingrijpen in Syrië leidt niet tot een oplossing die dichterbij komt. Misschien alleen maar
tot een oplossing die verder weg komt te liggen. Dat hebben we al eerder bediscussieerd met elkaar. Even los van het vluchtelingenvraagstuk is natuurlijk al jaren de noodzaak en voelen wij de drang om iets te doen aan dat enorme probleem daar. Maar je moet ook constateren dat er op dit moment geen zicht is op een politieke uitkomst in Syrië, op stabiliteit in Syrië. Dus dan zou ik niet weten wat je met militairen wil gaan afdwingen daar nu. Het lijkt me een bijzonder moeilijk plan om veilige havens in die regio te creëren. Natuurlijk, idealiter zou je dat willen. Maar hoe gaan we dat doen? Kijk naar Afghanistan, kijk naar Irak, kijk naar Libië. We hebben heel veel moeilijke kwesties in dit soort landen gehad. Als je het wil, dan heet het gewoon grondtroepen ernaartoe. En dan zit je er voor 20, 30 jaar. Ja, Ron, nou, militairen sturen dus niet, maar dan is de vraag wat wel? Ja, die worsteling daarover die gaat denk ik voorlopig nog wel even door. Ook hier in Den Haag, want net als in de rest van Europa is ook hier in Den Haag de oplossing nog niet gevonden die ook politiek haalbaar is. En net als in de rest van Europa komt dat ook hier door verdeeldheid tussen in dit geval VVD en Partij van de Arbeid. De VVD zegt je moet eigenlijk de grenzen van Europa sluiten en alleen opvang bieden buiten Europa. En de Partij van de Arbeid zegt nee, niks daarvan, ook in Europa moet je opvang bieden. Ja, dat klinkt alsof ze daar niet uit gaan komen. Nee, dat staat diametraal tegenover elkaar. Maar goed, de druk wordt natuurlijk wel steeds groter. Omdat over 2 weken is er een belangrijk topoverleg in Europa. En dan moet het kabinet toch met iets komen. En wat dat dan is, ja, daar moet nog een oplossing voor gevonden worden waar in ieder geval VVD en Partij van de Arbeid mee kunnen leven. Maar die partijen zeggen tegelijkertijd ook, hoor je daar, ja, wat wij ook bedenken aan oplossingen hier. Uiteindelijk zijn er toch Duitsland en Frankrijk die de toon in Europa zetten. En daar zullen wij ons toch uiteindelijk in moeten schikken. En dat komt erop neer, denk ik, dat er toch vluchtelingen naar Nederland komen en ook nieuwe opvangcentra. Ron, dank je, vanuit Den Haag. Inmiddels is er een nieuwe tijdelijke opvanglocatie voor 600 asielzoekers. Sinds vandaag de TT-hal in Assen. De opvang bij het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel zit vol. Bewoners van dit dorp zijn wel wat gewend. Al jarenlang zien ze asielzoekers komen en gaan. En sinds een tijdje is een buurtpreventieteam actief om mensen in het dorp het gevoel van veiligheid te geven. Asielzoekers zijn er al 20 jaar in het dorp, maar het burgerpreventieteam is redelijk nieuw. Een groep van 40 vrijwilligers die de veiligheid in het dorp wil vergroten. Wij surveilleren en lopen rond om te kijken dat het allemaal een beetje goed verloopt hier in het dorp. Voor het veiligheidsgevoel van de trapels, om dat weer een beetje terug te bezorgen bij de mensen. Met name bij de ouderen en ook bij de kinderen, omdat dat ze niet bang worden gemaakt. Voelt u zich veiliger met de preventie? Ja, natuurlijk. Ja, je hebt toch het gevoel van dat er toch een oogje in de zaal wordt gehouden. Ter Apel, dorp van 9000 inwoners. Ruim 1900 asielzoekers verblijven in het centrum verderop. 300 meer dan normaal. Ik weet niet anders dat er hier asielzoekers zijn. En is dat een probleem? Voor mij is het geen probleem. Ik heb geen last van die mensen. Nee? Voor u zijn de mensen welkom? Ja, nou ja, we zijn er ook niet voor de aardigheid. Ter Apel kent al langer de lusten van het centrum, werkgelegenheid en omzet in winkels. Maar de laatste tijd lijken de lasten van de grotere groep asielzoekers voor een deel van de inwoners zwaarder te wegen. Maar we worden wel overspoeld met de geluiden van het dorp. En als er in het dorp bepaalde geluiden de overhand nemen, dan is de sfeer in het dorp ook heel slecht te noemen. Ondernemers klagen over winkeldiefstal of voorproeven van producten voor aanschaf. Ze zijn blij met het preventieteam, want er is niet genoeg politie op straat, zeggen ze. Maar volgens de burgemeester is de politieinzet sinds een paar weken verdubbeld. Wat mij betreft is het grootste punt dat we de mensen hun gevoel van veiligheid weer teruggeven. Dat we een goede balans hebben tussen het moederdorp, zoals ik het steeds maar noem, en het grote asielcomplex wat we hier natuurlijk al jaren hebben. Het centrum zal blijven en Ter Apel zal er deels van blijven leven. De inwoners die zich onveilig voelen, mogen zich melden bij de burgemeester. Ze zullen gehoord worden, belooft ze. Geen enkel pensioenfonds hoeft volgend jaar de pensioenen te verlagen, ook al hebben ze een te lage dekkingsgraad. De fondsen krijgen namelijk flink langer de tijd om de dekkingsgraad te herstellen. 12 jaar. Het blijft afwachten hoe lang de fondsen het kunnen volhouden om de pensioenen niet te verlagen. Want ze zijn uitgegaan van beursrendementen die lang niet zeker zijn. Het kabinet wil dat alle peuters 2 keer per week naar de kinderopvang gaan, of de ouders nu een baan hebben of niet. Minister Asscher van Sociale Zaken stelt 60 miljoen euro beschikbaar. Dat schrijft RTL Nieuws op basis van uitgelekte stukken voor Prinsjesdag. In Rotterdam is een bus op een kantoorpand ingereden. Chauffeur en 11 passagiers raakten gewond. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het Zuidplein.
Daar knalde die bus tegen de gevel van een verzekeringsgebouw. Het is echt een grote klap. Ze reed met volle vaart het kantoorgebouw in. En ja, onderweg nog een stoplicht omvergegooid en gereden. En een paal vloog de lucht in. De vrouw die de bus bestuurde was onwel geworden. Ze raakte bekneld en is door de brandweer bevrijd. Het NOS Radio 1-journaal is jarig, bestaat 20 jaar. Tot 1995 maakten alle omroepverenigingen hun eigen actualiteitenrubriek op de radio. Met de komst van het Radio 1-journaal kwam daar een einde aan. En om dat te vieren schoven presentatoren van het eerste uur weer achter de microfoon. Ja, dat was een mooi feest. In de ochtend wordt er overigens nog steeds gemiddeld 1 uur naar het NOS Radio 1-journaal geluisterd. Alle leerlingen, ook kinderen met leer- of gedragsproblemen, allemaal naar een gewone school. Dat noemen ze passend onderwijs. Dat werd precies een jaar geleden ingevoerd. Is geen succes vooralsnog. En vooral de leraren zijn niet tevreden. Zoals het nu gaat, zeggen ze, werkt het niet. Welk verhoudingsgetalletje hoort hierbij? In een klas zitten gemiddeld 5 leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Omdat ze bijvoorbeeld moeilijk kunnen leren of snel zijn afgeleid. Maar die krijgen die begeleiding nu te weinig. En zij niet alleen. Ook de overige leerlingen krijgen volgens de docenten nu eigenlijk niet de aandacht die ze verdienen. Omdat mensen gewoon handen en voeten tekort komen. En we zien ook dat leraren heel duidelijk een ondersteuningsbehoefte hebben in de vorm van kleinere klassen, meer handen in de klas. Maar ook gewoon praktijkgerichte adviezen van hoe je die leerlingen moet ondersteunen. Volgens de Onderwijsbond, die voor de leraren opkomt, is geld nu een keer niet het probleem. Dat is er namelijk wel, maar wordt nu niet goed besteed. Kijk, het geld komt bij de schoolbesturen terecht. Die moeten zorgen dat het op een goede manier landt in het onderwijs. En dan moet je praten met de mensen die het uit moeten voeren, namelijk de leraren zelf. En dat gebeurt niet. Hoe komt dat? Ik denk dat dat komt omdat schoolbesturen zelf denken te weten hoe ze het beste dat onderwijs ingericht krijgen. En wij denken dat de mensen voor de klas dat het beste weten. Dus ga met hun praten en vraag aan hun wat ze nodig hebben om ook zorgleerlingen en andere leerlingen het goede onderwijs te geven. De PO-raad, die spreekt namens de schoolbestuurders, wil nog niet op dit advies ingaan. Zij herkennen de problemen niet en wil het onderzoek daarom eerst goed bestuderen. Ja, wie gaat er over het milieubeleid? Is dat de rechter of is dat de politiek? Sinds de uitspraak van de rechter in de zogenoemde klimaatzaak is het antwoord op die vraag niet zo duidelijk. Het kabinet gaat in beroep tegen de uitspraak dat Nederland meer moet doen tegen de uitstoot van CO2. Het kabinet vindt dat de rechter zich te veel bemoeit met de politiek. Een unicum. Eind juni bepaalde de rechter dat het milieubeleid van het kabinet onder de maat is. Milieuorganisatie Urgenda spande de zaak aan. We zijn er wel een beetje beduust van. Een geweldige rechter. Het kabinet krijgt de opdracht de CO2-uitstoot sneller terug te dringen. Staatssecretaris Mansveld wil het vonnis uitvoeren en studeert op maatregelen. Maar waarom dan in beroep? En omdat we het belangrijk vinden dat de manier waarop dit vonnis tot stand is gekomen en de jurisprudentie die hiermee wordt gemaakt, dat we toch gaan kijken bij een hogere rechter, ja, hoe die dat beoordeelt. De rechter moet niet gaan regeren? Nou, zo sterk wil ik het niet zeggen. Het is belangrijk dat iedereen zijn eigen rol houdt. De staat heeft een zorgplicht voor de bescherming van het leefmilieu, zegt de rechter. En daarom moet de uitstoot van CO2 sneller omlaag. Het kabinet wil de uitstoot met 17% verminderen in 2020. In 2030 zou dat dan op een vermindering van 40% moeten uitkomen. Maar dat gaat te langzaam. Volgens de rechter moet de uitstoot in 2020 al 25% lager zijn. De uitspraak is behoorlijk vergaand, want dat zou eigenlijk betekenen dat iedere actiegroep zich met verdragen in de hand weliswaar naar de rechter kan gaan en zaken afdwingen. Dat betekent eigenlijk dat je de Tweede Kamer buitenspel zet en dan kunnen we net zo goed het hier opheffen. Ja, ik ben het niet eens met hun analyse. De rechter heeft een juridische vraag bekeken en die heeft gezegd, is hier gevaarzetting? Is dit zo'n groot probleem dat ik eigenlijk de burgers mag beschermen tegen de staat? Coalitiepartner PvdA heeft geen moeite met de uitspraak. Boter bij de vis. De rechter heeft zijn uitspraak gedaan. Iedere burger in Nederland, iedere rechtspersoon en ook de staat moeten ervoor zorgen dat zo'n uitspraak dan ook moet worden opgevolgd met actie. Mansveld gaat ermee aan de slag, maar milieuorganisatie Urgenda reageert sceptisch. Eerst zien, dan geloven. President Obama vindt dat de hele wereld veel meer moet doen in die strijd tegen klimaatverandering. Dat zei hij op een milieuconferentie in Alaska. De leiders van 20 landen waren daar bijeen. Iedereen schiet tekort, ook Amerika, zei Obama. En de gevolgen zijn steeds beter zichtbaar. Zeker in Alaska, waar de temperatuur 2 keer zo hard stijgt als in de rest van Amerika. In Alaska verdwijnen de gletsjers bij stukjes en beetjes. Bij elkaar opgeteld is het beeld ontluisterend.
Want deze gletsjer verloor zo de afgelopen decennia bijna 6 kilometer van zijn lengte. Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren, zegt Obama, want het is 5 voor 12. On this issue of all issues, there is such a thing as being too late. That moment is almost upon us. The climate is changing faster than our efforts to address it. Dus is er werk aan de winkel. Eind dit jaar is er een VN-klimaatconferentie in Parijs. En daar moeten harde afspraken worden gemaakt, zodat de wereldwijde uitstoot van CO2 drastisch omlaag gaat. This year in Paris has to be the year that the world finally reaches an agreement to protect the one planet that we've got while we still can. Mooie woorden. Maar buiten het congrescentrum wijzen mensen naar de harde realiteit. Economische groei en duurzaamheid lijken elkaar nog steeds in de weg te zitten. Ook in Alaska. Want Obama roept binnen op tot actie. Maar tegelijkertijd gaat Shell er binnenkort naar olie boren. Al jaren wordt er gezocht naar een goed bestrijdingsmiddel tegen de malaria-mug. Er is al veel verbeterd, met onder meer geïmpregneerde klamboes. Maar toch waren er in 2013 wereldwijd nog bijna 2 miljoen malaria-gevallen. En vielen er bijna 600.000 doden. De zoektocht naar een nieuw middel gaat dus door. Op dit moment zijn er twee belangrijke manieren om malaria-muggen te doden. Het slapen onder een klamboe met insecticide erop of het bespuiten binnenshuis met insecticide. We hopen hiermee een derde methode aan het arsenaal te kunnen toevoegen. En die derde methode die werkt als volgt. Eerst muggen vangen. De woningen van mensen in malaria-gebieden worden een klein beetje aangepast. Eigenlijk de normale situatie is dat je een opening hebt tussen het dak en de muren, waardoor de ventilatie plaatsvindt. Ja. En wat doen wij nou? We maken nou juist die rand maken we helemaal dicht, die opening. En we maken dan een alternatieve plek waar de geuren van die mensen in dat huis door naar buiten komen. En we zuigen dus echt die muggen aan, juist op dat gaas. En dan zitten die muggen op dat gaas en dan komt de grote truc. Op het gaas is een positief geladen coating aangebracht met insecticide die negatief geladen is. En dan komt de mug. En laat nou die mug positief geladen zijn, dus negatief en positief trekt elkaar aan. En de mug komt helemaal onder het gif te zitten. Doordat we vele hogere overdracht hebben, gaan zelfs muggen die resistent zijn tegen hetzelfde middel waar we het over hebben, gaan dood. In Tanzania hebben we nu een eerste plan liggen voor 1,2 miljoen huizen. Als de financiering daarvoor rondkomt, kunnen we in ieder geval dit gaan toevoegen aan het slapen onder de klamboe. En daarmee hopelijk malaria op grote schaal terugdringen. Ja, en voor uw bedrijf is natuurlijk ook dit ook fantastisch. Och, je gaat uiteindelijk op zo'n buisje niet al te veel winst maken, maar als er heel veel zijn, dan wordt het interessant. Voor wie aan zijn eigen slaapkamer denkt, nog niet. Hier zijn muggen natuurlijk ook lastig, maar alleen lastig en niet gevaarlijk. En dus heeft dat voorlopig geen prioriteit en kunnen we het beter hiermee doen. Ja. En van de mug naar Gerrit, de spin. Dat is toch niet de herfst? Jazeker, dat is de herfst. Oh, want het jagerijden van de spinnen is aangebroken, van de mist, van de paddenstoelen en alles wat erbij hoort. Namelijk vandaag 1 september, dan begint de meteorologische herfst. En dit is een passend plaatje daarbij. Maar laten we even kijken wat de zomer ons heeft opgeleverd. Het was een zomer van uitersten. We hebben een extreem hoge temperatuur gehad. 38,2 graden in Maastricht op 2 juli. We hebben nachtvorst gehad. We hebben een zomerstorm gehad. Afgelopen maanden ook zware buien. Afgelopen weken moet ik zeggen, zware buien. En als je dan alles optelt, dan komt dit eruit. 17,5 graad tegen 17 graden normaal. Dus een halve graad warmer. Het is ook natter geweest en dat komt vooral op het konto van augustus, waarin 133 mm is gevallen, terwijl 78 à 80 normaal is. En de zon die heeft veel meer geschenen, dus het is ook een zonnige zomer geweest. En zeker de mensen met zonnepanelen die zullen dat alleen maar prettig vinden. Nou, we gaan over naar het weer van nu. Het herfstachtige weer, wat het eigenlijk al geworden is. Vooral in de middag klaart het mooi op. Blauwe lucht van die mooie wolken geeft aan dat we in koude lucht zitten. Stroomt ook meer koude lucht onze kant op aan de achterkant van het lage drukgebied wat hier ligt. En dat gaat nog wel eventjes door. Dus de komende dagen zal het aanzienlijk koeler zijn dan het weer van de afgelopen dagen. Nou, we gaan eens even inzoomen op Nederland. Er zijn ook een paar buitjes geweest. Die buitjes die zitten er misschien nog een beetje op de radar. Maar eigenlijk zit het meeste boven Duitsland. Ik denk dat er vannacht ook een enkel buitje in de kustprovincies kan voorkomen. En verder daalt de temperatuur naar 14 graden op de Wadden tot een graad of 10 in het binnenland. Misschien een enkel mistbankje. Ja, en morgen lijkt het weer heel sterk op dat van vandaag. Veel bewolking, af en toe wat zon, kunnen ook weer wat buien overtrekken. Temperaturen in dezelfde orde van grootte, 18 graden in het noorden tot een graad of 20 plaatselijk nog in het zuiden van het land.
En daarna, ja, dan blijft het weer type hetzelfde. Elke dag kans op buien. Temperatuur gaat geleidelijk nog wat naar beneden. In het weekend komen we zelfs op 16 graden uit. Kortom, herfst. En tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. Voormalig D66-minister Els Borst is overleden door steekverwondingen. De dader, die volgende week voor de rechter komt, heeft haar 41 keer gestoken. In Nieuwsuur meer over dat beroep van het kabinet tegen de uitspraak van de rechter, die vindt dat het kabinet veel meer moet doen om de uitstoot van CO2 tegen te gaan. 10 uur, NPO 2. Goedenavond.